Hoi, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. De trui had ik beloofd en vandaag ga ik laten zien hoe je deze moet maken. We beginnen met de boord, werk van onder naar de hals toe. Ik heb gehaakt met Dora acrylgaren van de Vibra. Dat is, zoals je kunt zien, wat dikkere garen. Is echt mooi. Het heeft al een beetje weg van Julia van de Zeeman. Naaldikte raden ze aan 6, 6,5. Nou, volgens mij heeft Julia dat ongeveer hetzelfde. Zit 240 meter op een bol van 150 gram en kost 2 euro. Ik vind hem helemaal geweldig haken. Ik vind hem erg leuk. Ze hadden hem in zwart met wit en grijs. Een paar tinten bruin met wit. Maar deze wordt het. We beginnen met de boord. Nou, we beginnen met 12 lossen. Twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht, negen, tien, elf, 12. Dan gaan we halve stokjes doen. En die eerste doen we in de derde losse vanaf de naald. Dus het is 1, 2 in de derde losse. Ik haal ik trouwens met haaknaald 8. En mijn trui, ja, welke maat? Wat, hij is voor mezelf. Ik denk dat je ongeveer 40, 42 is het ongeveer. Dus heb je maat 38, maar je wil een lekkere wijentrui, dan hou je mijn maten gewoon aan. En heb je maat 44, 46, dan zou ik hem iets breder doen. Mijn, de breedte van mijn boord is rond de 53 centimeter. Standaard staat er ongeveer 50 voor. Ik heb ietsje wijd gedaan, want zo'n trui mag wel wijd zitten. Dus ja, zo dus. Straks zal ik alle getallen nog wel eventjes duidelijk noemen. Maar we beginnen nu gewoon eerst met de boord en wordt het vanzelf allemaal duidelijk. Nou, die doe je gewoon lekker losjes. Nou, en omdat je in de derde losse van de naald bent begonnen, maak je 10 halve stokjes. Wat draad erbij gepakt. Zo, en dit is dan de laatste. Dan doe je één keer lossen en je draait je werk om. Nou, en dan doe je in de, dan kijk je hierop op de V'tjes en dan doe je in de achterste doe je je halve stokje. Direct in de eerste. En dat is 2. Het is wel om denken dat je in de achterste blijft doen, want dan krijg je nou echt zo'n boord idee. Ja, en ik, alle maten die ik dus zeg, is gewoon echt voor deze trui. Ga je met andere garen maken, dan zal je iets moeten meten. Want als je bijvoorbeeld de Royal gebruikt, die is veel dunner. Dus dan zal je even moeten kijken van hoe kom ik uit. En het trucje is trouwens wel dat als je bijvoorbeeld je eigen, je maakt natuurlijk een voorpand en een achterpand. Als je dus je boord hebt, dan meet je hem van de zijkant van je heup tot de andere kant van je heup. En het makkelijkste is als je al een trui aan hebt die lekker zit, dan waar de naden lopen, die maat moet je hebben. Dan heb je dus de maat van de voorkant of van de achterkant. Dus dat is een beetje het trucje. Nou, zo ga je door. Dan doe je weer met een keer lossen. En dan doe je dus allemaal halve stokjes. Nou, ik heb me eens een keertje voorbereid. En dan als je klaar bent, heb je dit.
Nou, dit is mijn boord. En mijn boord, zoals ik al zei, is 53 centimeter. Nu gaan we daar op haken. En dat is een beetje een dingetje, want je bent dus eigenlijk hier geëindigd. Nou, en dan ga je dus verder. Oké, ik ben zo geëindigd. En dan ga je verder hierop, ga je dus haken. Nou, dan doen we eerst één losse. En nu moet je dus even kijken hoe je dat goed gaat doen. Want nu gaan we dus, een eerste rij wordt halve stokjes. En dat is even een gepruts bij sommige steken. Zoals hier doe je de eerste. Nou, dan in deze grote opening doe je de tweede. Maar wat doe ik dan? Pak ik deze draad erbij. Gemeleerd garen is mooi, maar ik hoop wel dat jullie alles goed kunnen zien. Nou, en dat doe je dan de tweede. Dan gaan we hier, gaan we de derde doen. Kijk, en eigenlijk, ja, steek hem er gewoon in, de derde. En dan gaan we even zien, hier gaan we de vierde doen. En dan hebben we weer die grote. En dan gaan we de vijfde doen. Maar dan moet je even omdenken dat je die twee draden pakt. Kijk, en dat is nog wel even een dingetje. Want het is natuurlijk ook dit garen. Dat trek je eigenlijk vrij snel zo uit elkaar. Oké, dus dit begin hebben we. Nou, en dan ga je weer. Je moet eigenlijk nu zo zien. Dat je hier een steek in maakt. Laat ik dat even iets dichterbij doen. Hier maak je een steek in. Hier maak je een steek in. En dan weer in het grote lusje eigenlijk. Dus, we gaan verder. Nou, deze die gaat nog wel. En deze is eigenlijk een veetje bovenop. Ik moet wel heel eerlijk zeggen, dat als je met royal haakt, en dan heb je natuurlijk ook waarschijnlijk een kleinere haaknaald, dat het allemaal wel makkelijker gaat hoor. Nou, en hier wil ik dus weer die twee. Wacht, zie, ik zit ook te frutsen. 20 minutes later. Nou, zo ga je door tot aan het eind. En ik had het allemaal opgeschreven. En dan heb je, even kijken hoor. Oh ja, dit vergeet ik ook nog te vertellen. Dit zijn 30 rijen bij mij. 30 rijen. En ik zal eventjes de boord. Hoeveel steken ik had, had ik ook opgeschreven. 45. Ja, 45 steken heb ik hier op de boord gemaakt. Dus dat ga je nu ook doen. En zorg dat je mooi op het laatst uitkomt. Dat de laatste echt hier, dat het mooi recht gaat lopen. Kijk, dat heb ik hier. Ik heb hier al het voorpand af. Kijk, aan deze kant loopt dat allemaal mooi recht. En aan deze kant net zo. Dus maak de rij met halve stokjes af en dan ben ik er zo weer. Nou, ik heb mijn rij halve stokjes af. Dan gaan we nu beginnen met het patroon. Het patroon is halve stokjes paarsgewijs. Heb ik al een omslagdoek van gemaakt, maar ja, ten eerste haakt het lekker makkelijk weg. Ten tweede is het een erg leuke steek. En ten derde leek het me erg leuk voor deze trui. En dat is hij geworden. Dus we gaan deze steek doen. Je begint met een keer lossen. En dan draai je je werk om. En dan begin je met in de eerste gewoon een half stokje te doen. Dan begin je het halve stokje paarsgewijs ook in de eerste. Je haalt 1 draad mee terug. Je hebt 3 op de naald.
En dan ga je naar de volgende, steek je in, neemt weer één draad mee terug. Dan heb je er 4 op je naald. Omslaan en doe allemaal. Nou gaan we de volgende doen, maar die beginnen we weer in de vorige. Dus draad omslaan, doorheen halen, draad mee terug. Volgende, ook een draad mee terug, 4 op de naald en doe alle 4 tegelijk. Dus vorige, volgende en omslaan. Volgende en omslaan. En zo ga je door tot aan het eind. En echt, het lijkt een hele ingewikkelde steek, maar het is het niet. En hij is gewoon erg leuk. Dus altijd eerst in de vorige en dan pas naar de volgende en je steek afmaken. Nou, zo ga je verder. Je eindigt met in de laatste steek weer met gewoon een half stokje. Dus je gaat door met de halve stokjes paarsgewijs. En in de laatste doe je gewoon alleen een stokje. Dan weer 1 keer lossen, weer beginnen met een stokje. Dus je hele werk is eigenlijk begint en eindigt met een half stokje. Zo ga je door en ik hou mijn patroon aan. En dan doe je 36 rijen. Ik zal even deze erbij pakken. Ik heb 36 rijen gedaan. En dan, hoe ga ik dat nou laten zien? Doe ik maar even zo. Tot hier zijn 36 rijen. En tot zover haken we nu door. En dan leg ik de hals uit. Nou, veel plezier ermee. En ik ben straks weer terug. Een paar dagen later eigenlijk, maar voor jullie is dat straks. Nou, mijn rijen zijn klaar. Nu heb ik het, ik heb 45 steken. Daar heb ik het midden van, is ieder 22. Dus de ene die overblijft, daar heb ik even een markeer erin gezet. Dan ga je 8 naar die kant, zet je markeer erin. En in de 8e aan die kant zet je markeer erin. En dit gaat onze halslijn worden. Nou, dan gaan we weer verder. Met 1 keer lossen. Dan doen we 1 half stokje. En dan doen we verder doen we half stokjes paarsgewijs tot aan het eind. Tot aan de markeren dus. Nou, hier zit mijn markeren, dus daar maak ik de laatste in. Zo. Nou, en dan doe ik 1 losse. Ik keer mijn werk. En dan ga ik de eerste ga ik overslaan. En dan doe ik vanaf de tweede begin ik een half stokje paarsgewijs.
En dan ga ik weer verder tot aan het eind. Dit is mijn laatste paarsgewijs en dan eindig ik met een half stokje. Zo. Kijk, want dit is gewoon die rechterkant. Dus dan moet je eindigen met een half stokje. Oké, dan. Een keer lossen. Dan draaien we weer ons werk. En dan beginnen we weer met een half stokje. En dan gaan we weer half stokjes paarsgewijs doen. En als het goed is, zijn dat er 11. Dus ik heb hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11. En dan doe ik weer één keer lossen. Draai ik weer mijn rode lap. Nou, 1, 2, 3. We zijn in de vierde rij. We beginnen met 1 half stokje en daarna 10 half stokjes paarsgewijs. Dan zit ik vast aan mijn steekmarkeren, hoe knap met mijn draad. Zo. Dat is 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10 en we eindigen weer met een half stokje. 1 losse. Dan beginnen we ook weer met het halve stokje. En dan doen we weer 10 halve stokjes paarsgewijs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9 en 10. Dan doen we weer een keer lossen. En dan is dit onze laatste rij van de ene kant. En die beginnen we met een half stokje. En dan doen we er 9 half stokjes paarsgewijs. 1, 2, 3, 4, 5.
6, 7, 8, 9 en we eindigen weer met een half stokje. En dan hecht je hier je draad af en dan gaan we naar de andere kant. Nou, dan hebben we de ene kant af en dan gaan we naar de andere kant. Die beginnen we niet op de hoek, maar die beginnen we bij de markeerder. Omdat je dus het halve stokje paarsgewijs natuurlijk aan de beide kanten hetzelfde wil hebben. Nou, we beginnen met de draad aan te hechten aan de andere kant. En dan doen we in de steekmarkeerder, beginnen we met één vaste. Dus je hebt een lusje gemaakt om je draad. En dan maak je gewoon één vaste. Dan begin je met 13 halve stokjes. Begin je, dan doe je 13 halve stokjes paarsgewijs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 en je eindigt met een half stokje. Zo, dat was rij 1 en we gaan door met de 2 eerste losse en dan door met de tweede rij. Tweede rij beginnen we met een half stokje. En dan 12 half stokjes paarsgewijs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 en 12. Dan één keer lossen. Laatst voor mijn bol en dan loopt hij een beetje vast. Nou, één keer lossen. Dan zijn we in rij 3. Dan slaan we de eerste over. En dan doen we een half stokje in de tweede. En dan doen we 10 halve stokjes paarsgewijs. 1, 2, 3, 4, 5,
6. Zeven, acht, negen, en 10. En dan eindigen we met een half stokje. En een keer lossen. Gaan we weer draaien. Rij 4. Een half stokje. En daarna 10 half stokjes paarsgewijs. Twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht. 9 10 en dan doen we weer 1 losse. Dan gaan we naar rij 5. 1 half stokje beginnen we mee. 9 halve stokjes paarsgewijs. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9 en dan in de laatste een half stokje. 1 losse. Een half stokje in de eerste. 9 halve stokjes paarsgewijs. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8, 9 en we eindigen met een half stokje en dan kun je je draad afhechten. Dit was ons voorpand. Achterpand gaat eigenlijk, het eerste gedeelte gaat, even bijpakken, gaat hetzelfde. Even kijken, als je hier hebt. Nou, we zijn begonnen met een rij halve stokjes en daarna hebben we 36 rijen halve stokjes paarsgewijs. En dan doe je erin voor het achterpand doe je er 37. En dan leg ik de bovenkant weer uit. Dus werk ze en ik zie je zo weer terug. Nou, dit is dus het achterpand. We hebben het achterpand 1 rij extra gehaakt. We zetten de steekmarkeren zetten we weer tussen. Hier, deze zijn 22, dus in de ene die overblijft, dat is precies het midden. Daar zetten we hem in. In het voorpand deden we 8 steken verderop, deden we de volgende markeren. En nu doen we hem 9 steken verderop, want we hebben al 1 rij gedaan. Dus in de 9e doe je je steekmarkeerder. Nou, en dan gaan we beginnen met de ene zijkant. We beginnen
met 1 half stokje. En vervolgens 12 halve stokjes paarsgewijs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 en de 12e is in de steek markeerde. Dan doen we 1 losse. En dan draaien we het werk. Dan slaan we de eerste steek over. En in de volgende doen we een half stokje. Dan doen we 10 halve stokjes paarsgewijs. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1 knoop en dan de laatste is 10. We eindigen met een half stokje. En weer een keer lossen. Rij 3. 1 half stokje. En dan 10 half stokjes paarsgewijs. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En 10, dan weer een keer lossen. Rij, even kijken hoor, want ik heb er nu 1, 2, 3, rij 4. Een half stokje. En dan 9 half stokjes paarsgewijs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en weer een half stokje. En een keer lossen. En dan de laatste rij. Een half stokje. En dan 9 half stokjes paarsgewijs. Dus 2. 3. 4.
5, 6, 7, 8 en 9 en eindigen met een half stokje. En dan hecht je je draad af en dan gaan we de andere kant doen. Nou, dan gaan we naar de andere kant. Die hechten we weer bij de markeerder aan. Want we willen natuurlijk dat het patroon gewoon doorloopt. Je hecht hem aan. Je doet in de steek van de steekmarkeerder doen we één vaste. En dan doen we in de volgende, beginnen we met 12,5 stokjes paarsgewijs. Dus dat is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, en dat is nummer 12, en dan eindigen we met het met een half stokje en één keer lossen. Dan draai ik mijn werk weer. Dan gaan we verder met rij 2. En die beginnen we natuurlijk met een half stokje. En daarna 10 stokjes paarsgewijs. Gaat het nou allemaal te snel, doe het dan gewoon even opschrijven. Dan kun je het gewoon op je gemak doen. Of zet de video elke keer even stil. 10 stokjes, half stokjes paarsgewijs. Dit is 1. 2. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. In de volgende doen we gewoon een half stokje. En dan één keer lossen. We zijn nu bij rij 3. 10 halve stokjes paarsgewijs. 1. 2. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. En we eindigen weer met een half stokje. En een losse. Nou. Nu hebben we 3 rijen gehad. Rij 4. Beginnen we met een half stokje. Daarna 9 half stokjes paarsgewijs. Dit is 1. 2. 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 en dan nog een half stokje. En dan weer een keer lossen. En dan zijn we bij de vijfde en de laatste. Een half stokje. En dan 9 half stokjes paarsgewijs. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en nog een half stokje. En dan is deze ook klaar, want dan hebben we 5 rijen. 1, 2, 3, 4 en 5. Dus we knippen hem af. Zo. Dus dan is ons achterpand ook klaar. Nou, ga ik jullie meteen aan het werk zetten met de volgende. De mouw. Even kijken hoor, dan ga ik even zo. Dit is mijn mouw. Zie je? Loopt al wat wijer. Dat ga ik gewoon even uitleggen. Ik heb het allemaal opgeschreven. Ik ga het gewoon uitleggen. Ik heb 13 rijen boord gehaakt. Dus je zet weer op, net als het achterpand zet je op met 12 lossen. En in het derde begin je je eerste halve stokje. Dan hou je 10 over. Nou, dit is 1 rij, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 en 13. Dus ik heb 13 rijen gedaan. Nou, dan doe je eerst weer een rij, even zo, een rij halve stokjes. Dan ga je in de tweede rij ga je meerderen. En hoe meerder je nou? Normaal doe je aan de zijkanten 1 half stokje. Als je meerdert, doe je 2 halve stokjes. Kijk wat ik kan zien als ik al dichtbij. Kijk, 2 halve stokjes. En dan daarna begin ik de halve stokjes paarsgewijs ook in de waar ik heb gemeerderd. En op het eind eindig je gewoon met in de laatste steek met 2 halve stokjes. Dan hebben we een rij gemeerderd. En dan doen we de volgende 4 rijen. Doen we gewoon het aantal wat we hebben. Dus 1, even kijken hoor. 1, 2, 3, 4. En dan gaan we weer meerderen. Dus elke keer in de vijfde rij gaan we meerderen. Dus we hebben hier gemeerderd. Dat is rij 2. Dan krijg je 3, 4, 5, 6. Doe je niets. Ga je gewoon met hetzelfde aantal door. En dan rij 7 ga je weer meerderen. Rij 8, 9, 10, 11 doe je weer niks. Rij 12 ga je meerderen. En zo ga je door tot helemaal bovenaan. En ik ben doorgegaan tot en met rij 30. Dus ik heb op rij, even kijken, het laatste is rij 27, heb ik nog gemeerderd. En daarna heb ik nog 28, 29 en 30 met hetzelfde aantal steken gedaan. Dan heb je 1 mouw af en nou, die maak je dus 2 keer. Jo. Dus jullie kunnen weer even door, ik ook. En nou, als we dit klaar hebben, dan ben ik er weer. Nou, ik heb dus de mouwen klaar. Ik heb het ook al een beetje klaargelegd om te laten zien hoe je ze vast moet maken. Je begint met de bovenste randen vast te maken en dat doe je dan van binnenuit. Dus de goede kanten tegen elkaar, dan naai je die twee kanten aan elkaar. Dan doe je het midden van de mouw, daar doe je een steekmarkeerder. Hier dus, doe je een steekmarkeerder en dan als je dit aan elkaar hebt, dan moet dat er precies tegenaan zitten. En dan ga je dus je mouw zo
vastmaken en aan de andere kant ook. En vervolgens ga je hieronder, onderin beginnen met de zijkanten vast te maken. En dan ga je eigenlijk zo direct met de mouw verder tot aan de boord. En dan heb je dat ook. En dat doe je aan de andere kant precies hetzelfde. Nou, dat gaan we nu doen. En dan ben ik er zo weer om de hals af te maken. En dan kunnen we hem aan. Ik heb mijn trui inmiddels in elkaar gezet. En nu laat ik jullie zien hoe je de boord moet maken. Nou, ik heb een lusje opgezet. En eigenlijk zoek ik zo een plek uit op de boord. En in mijn geval doe ik dat aan de zijkant. Nou, eerst met een halve vaste. Daarna één losse. En dan doe je een half stokje. En dan, kijk, en dat is dus, hier moet je echt een beetje zoeken waar je hem in moet steken. En aan de andere kant heb je gewoon veetjes, dus dat is een stuk makkelijker. Maar je moet zelf een beetje kijken. Nou, dan gaan we door met halve stokjes. Dus hier doe ik, even kijken, hier doe ik de tweede. En dan de derde ga ik twee halve stokjes samen haken. Dus hier steek ik hem in. Dan ga ik naar de volgende. Nou, dan haak ik ze samen en dan doe ik weer twee halve stokjes. En dan doe ik weer twee samen haken. Weer een half stokje. Nou, en dan weer twee halve stokjes samen haken. Nou, en zo ga je door tot je helemaal rond bent geweest. Dan doe je weer een losse en de tweede rij. En de tweede rij doe je ook minderen, maar dan doe je één half stokje en één minderen. Nou, ik heb mijn rand rondom gedaan en dan kom ik uiteindelijk dat ik een even aantal overhoud en dat is 36. Het kan bij jou iets meer of iets minder zijn, ligt ook aan welk gaar je hebt gehaakt. Maar dit is dus als het maar een even aantal is. Nou, ik heb hem gesloten in de eerste en nu ga je dus een losse lijn maken. En in mijn geval, hier, ik vind een grote kom mooi, dus ik doe 25. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25 en twee extra. En dan ga je in de derde, begin je halve stokje. Nou, dit werkt net even iets anders dan dat we straks een boord maakten. Ik zal even tot aan het einde doorgaan om jullie te laten zien hoe je dit moet doen. Want we maken hem nu meteen vast aan de hals. Dus. Zo. Waarom wordt hij zo lang, zou je denken? Maar dat is dat je straks mooi de kool kan omslaan. Nou, ik ben er bijna.
moet dan denken dat je alle 25 insteekt. Dit is mijn ene laatste. En dit is mijn laatste. En de laatste zal je merken, die gaat wel eigenlijk wat moeilijker. Nou, nu heb ik dus, dit was mijn eerste steek. En dit is mijn tweede. Deze ben ik net geëindigd met een halve vaste van de vorige rij. Maar wat doe je nu? Je gaat hem in de eerste steek, doe je een halve vaste. Dan doe je in de tweede steek ook een halve vaste. En dan draai je je werk om. En dan begin je dus in de eerste van de V'tjes, in de achterste, begin je dus weer met je volgende rij. Dus dan krijg je dus dat dit, nou hebben we deze twee gehad. Nou zou je dus als je de volgende keer terugkomt, want je gaat nu dus heen en dan ga je straks weer terug. Dan doe je dus een halve vaste in deze en een halve vaste in deze. En in mijn geval met 36 steken zou ik heel mooi uitkomen. En dan maak je de kool aan de zijkant dicht ook met halve vaste. Ga je zo nog één keertje naar boven en dan kun je hem afhechten. En dan kun je de trui gaan dragen. Nou, ik ben heel benieuwd naar de eindresultaten op mijn Facebookpagina MBM Haken en zo. Zijn er vragen, stel ze ook op die groep, want er zijn altijd heel veel meiden die graag helpen. Abonneer op mijn kanaal, op YouTube en tot de volgende video.